winnen. Ja, ik denk dat ik toch ook maar niet meer Ribbon ga spelen, want... Ja, dat zeg je nu, maar morgen speel je Ribbon gewoon weer. Nee, ik heb alleen maar gezegd dat ik geen toplane meer zou spelen. Nou, ik denk dat Ribbon maar... Zeg maar, je moet met Ribbon moet je zo'n goede... moet je alle kleine dingetjes die bij andere champions niet echt nodig zijn, of veel minder belangrijk zijn, moet je met Ribbon ook heel erg goed kunnen. En dat, ik heb geprobeerd dat te leren, maar het is moeilijk. Je moet er gewoon zoveel tijd in Ribbon steken om er echt goed mee te worden. Ja. Ik zie dat ik daar niet zoveel zin in heb, maar het is eigenlijk dat ik er gewoon niet zoveel zin in heb. Ik ben echt heel benieuwd of ik die skins ga krijgen of niet. Nou, reken er maar niet op. Ik weet het, het klinkt veelbelovend, maar ja. Dacht ik later ook. Van I give you next week en niet meer gehoord. Ja, maar ik heb toch zo'n charisma. Dat zorgt er wel voor dat ik het krijg. The fell hands. Zeg Quinn. Wordt hier iemand geïnfeerd? Ja, maar dan kan ik nog even... Ik zal nog wel even nadenken welke skins ik dan zou willen. Nou serieus, gaat hij maar nou ook serieus zeggen, de ERV'er? Oeps! Nou, het is een live invade bij jou. Is het toch daar?
Oopsie! Ja, ik wil sowieso in ieder geval een Rengar skin hebben. En dan nog de Speargard Udyr. Ja. Pentakill Sona. Nou, wat zijn nog meer leuke skins? Ja. Ja, dat wegflashen dat gaat altijd zo goed bij een enemy. Eventjes Morgana irriteren. Dat is altijd wel heel leuk. Of ik heb het hier de trash niet naar. Ongelukkig zijn bril gepakt. Dat ding had nog 1 HP en ik attack commander per ongeluk. Oh, voor mij is het een paardje. Nou, voor mij heeft Azir maar heel weinig HP. Nou, dat was wel een heel goed idee van die Malte haar. Gewoon die Wukong ult, terwijl Wukong nog steeds op hem zit met zijn ult. Ja, zie je, die doet die shuffle van hem, echt de hele tijd zo erg verkeerd. Dat is niet echt een shuffle master. Nou, wat gaat die waard nou? Nee, volgens mij stond hij daar, maar is hij weg gegaan, dat net daarna.
An ally has been slain. Graves. Veen wil misschien wel toch goed. Kom, ja, zal ik haar weer een bezoekje brengen? Heeft geen heal meer. Als het goed is, is het niet gewaard. Hult. Reduction lijkt me wel leuk. Ching! Azir wou misschien wel zeggen dat ik een god ben. Pam 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 pam.
Oh mijn god, wat is dat voor damage op mij? Get any more bright ideas. Ik kon nergens meer naartoe. Oké, dat is 4 voor 2. Nee, hij had net een iets te lang cooldown. Die pijn moet ook wel een puntje flashen. Daar kun je niet overheen. Nee, dat lijkt me niet. Je kunt niet over muren heen dashen met Veen in één keer. Ah nee, met Veen niet, nee. Dat neem ik aan van. Ik weet niet of het een glitch is of niet, maar je kon volgens mij vroeger wel over dit stukje. Dacht ik. Fucking raak. Ja, ik dacht dat er hier ook heen kwam. Nou, ga weg! Wat moet ik dat ding hier helemaal? Word ik hier achterslaan? Nou, die Azir is ook niet echt goed. Ja, waarom? Ja,
ik weet niet, maar die Wukong die kan er toch gewoon ingaan. Die Azir die doet niks. Die Wukong die deed ook niks. Gewoon erin gaat. En dan gebruikt hij nu zijn ulti voor de top. Nou, wat doet dat paard hier in één keer? Tilted, oké. Okay. Ja. Ik liep hier gewoon en toen kwam in één keer een paard van. De hele jungle zat ik van het waard. Die Azir, ik weet niet of hij goed is of niet, maar hij doet niks. Hij doet helemaal niks. Hij heeft net zo goed met dat hij als jij bent. Nee, want ik deed dingen. Ik deed dingen verkeerd, dat is wat anders. Maar deze Azir die doet niks. Hij probeert niet eens iets. Dat is zo irritant. Doe even! Wat de hel is dat voor damage? Oh, ik zie dat baas. Dat doet ook gewoon echt een derde van jouw HP.